Michiel van Blommestein, je bent Polen-correspondent. Je woont in Polen sinds 2010, getrouwd met een Poolse en half Pools. Dus je weet aardig wat van de Poolse cultuur. Je hebt daar zojuist ook een presentatie over gegeven. Daarin kwamen een aantal interessante feiten naar boven. Bijvoorbeeld, jij vertelde wat de Polen van de Nederlanders vinden. Maar kan je dat voor onze kijkers nog even samenvatten? Wat de Polen van de Nederlanders vinden? Nou, als je het heel erg generaal of eigenlijk heel erg algemeen beziet, dan zijn Nederlanders volgens de Polen een soort van geordend volk. Over het algemeen zijn ze vrij positief erover. Geordend, alles is netjes. Alleen niet zoals de Duitsers, overdreven zo. Aan de andere kant hebben ze zoiets van, bij Nederlanders moet alles kunnen. Hè? Drugs, hoeren, noem maar op. Dus dat is dan wel iets wat negatief is eigenlijk. En verder, ja, Nederlanders, maar eigenlijk horen dat altijd over Nederlanders. Nederlanders zijn gierig en hebben een zak Japanner in plaats van een hart. Dat is ook in Polen, heerst dat vooroordeel heel erg. En denk je dat dat in de weg staat bij zakelijke relaties tussen Polen en Nederland? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat zakelijke relaties tussen Polen en Nederland over het algemeen heel soepel zijn, heel soepel verlopen. Zo af en toe kun je wel in de communicatie tussen twee partijen een beetje, hoe zou ik het zeggen, in de problemen komen. Maar heel klein, het gaat om hele kleine dingetjes. Bijvoorbeeld dat je Polen zijn gewend om heel erg formeel alles te regelen. En Nederlanders zijn daarin veel minder strak, veel minder formeel. Dus voor Polen komt het een beetje raar over dat een Nederlander opeens bij de tweede ontmoeting al je en jij gaat zeggen. In Polen is zelfs u al niet genoeg. Je moet zeggen meneer de professor, meneer de directeur, meneer de president. Er is een hele schaal daarvan. Dat kan soms wel eens tot misverstand leiden. Maar het is nooit echt serieus. Over het algemeen is die relatie goed. En wat zijn dan de belangrijkste tips die je een ondernemer mee kan geven die met Polen zaken wil doen? Want je zegt al, je moet hier formeler zijn. Kan je daar wat concrete voorbeelden van geven? Om te beginnen zou ik adviseren om mee te gaan in de wens van de Polen om alles zwart op wit te zetten. Afspraken zwart op wit. Afspraken zwart op wit bevestigd hebben. Zowel een lunchafspraak als bij wijze van spreken gewoon een hele bespreking. Wat handig is dat je ook gewoon die afstand een beetje houdt. Hè? Gewoon ook inderdaad blijven bij de u's en niet zeggen van, dus dan zullen wij je en jij zeggen. Want dat praat wat makkelijker. Daar zijn Nederlanders gek op, maar in Polen wordt daar heel raar eigenlijk tegen aangekeken. Dus dat zou ik niet doen. Vanaf wanneer mag je dan tutoyeren? Dan moet je ze ook wel echt heel goed kennen. Dan hebben we het ook echt over vriendschapbanden die dat je ook echt bij wijze van spreken om de zoveel tijd bij elkaar over de vloer komt en voetbalwedstrijden samen kijkt en et cetera. Dus ik zou dat gewoon zo lang mogelijk afhouden, dat tutoyeren. Dat doen ze in Polen gewoon niet in zakelijke setting. En de andere tips die je mee wou geven? De andere tips die ik mee wou geven, ik zou vooral ook als het gaat om de bureaucratie en alles met het papierwerk, et cetera, dan moet je helaas geduld mee hebben. Soms kan een goede klaagbui wel helpen hoor. Zeggen van nee, dit kan gewoon echt niet. Als je bij een gemeente of wat dan ook zit, dan helpt het mij wel eens soms om gewoon duidelijk te maken van dat ik het daar niet mee eens ben. Dat ik het zo niet goed vind gaan. Maar verder zou ik daar gewoon ook respect voor hebben. Voor dat zij alles gewoon formeler zien. Het is een formalistisch volk. In die zin een stuk formalistischer dan bijvoorbeeld Nederlanders zijn. En ik denk dat is in de zakelijke setting zelfs soms heel goed kan werken. Ik bedoel, het is niet per se negatief. Het is niet altijd positief hoor, maar het is ook niet per se negatief. En hoe denken Polen dat wij naar hun kijken? Want we hebben natuurlijk nog niet zo heel lang geleden het Polenmeldpunt gehad. Asscher heeft een en ander gezegd over het dichtgooien van de grenzen. Wat krijgen zij er hiervan mee en wat heeft dat voor invloed op de handelsrelatie tussen Polen en Nederland? Ik merk zelf heel erg dat Polen daar inderdaad altijd naar vragen. Van wat vinden jullie Nederlanders nou van ons? Hè? Dat heeft er een beetje mee te maken met dat Polen er altijd bij hebben willen horen, bij zeg maar West-Europa. Ze wilden altijd die stap zetten om ook geaccepteerd te worden. Dat begon dus al met de Europese Unie is natuurlijk een enorm symbool voor hun, dat ze er eindelijk bij horen. En dan zijn van die opmerkingen van Wilders, Asscher of wat dan ook, zijn eigenlijk voor hen een soort van, knijp in de arm. We worden toch niet helemaal geaccepteerd. En dan vragen ze dat ook van ja, goh, waarom accepteren jullie niet ons? Waarom hebben jullie zo'n hekel aan ons? Wat is dat nou? Nou, vaak is dat ook wel overdreven hoor. Je merkt ook wel dat heel veel Polen het ook gewoon ja, niet meekrijgen. Want uiteindelijk is Nederland ook gewoon een klein land. Dus wat een van de politicus in Nederland zegt, dat laat ze een beetje koud. Maar als het ter sprake komt, dan zijn ze wel benieuwd van waarom dat dan zo is. Maar ze voelen zich niet in een hokje gezet over het algemeen door Nederlanders? Hangt er vanaf wie het vraagt natuurlijk. Ik bedoel, de Polen die in Nederland inderdaad zijn uitgebuit door huisbaas, die zullen dat wel vinden. Of de Polen die wel hard zijn gewerkt en direct daarop zijn aangesproken eigenlijk. Die zullen dat wel zeggen. Maar de Polen hier die hebben zoiets van ja... uiteindelijk valt het ook wel mee. Ik bedoel, natuurlijk, het is niet fijn. En natuurlijk wordt wel eens in de media hier over geklaagd dat ze er zo over denken. Tegelijkertijd heb ik niet de indruk dat het Nederlanders heel erg wordt nagedragen of zo. Het wordt wel genoemd, maar het wordt niet per se zakelijk direct tot conclusies getrokken. En je woont hier en je bent geboren getogen in Nederland. Dus tot slot wil ik je dan toch even vragen, wat is het grootste voordeel van Nederland en wat is het grootste voordeel van Polen? Ik denk het grootste voordeel van Nederland, toen ik in Nederland als freelancer begon, was ik met 15 minuten bij de Kamer van Koophandel klaar. Hier was ik een maand fulltime bezig om een eenmanszaak op te zetten, want ik moest langs allerlei instanties. Dus je merkt wel dat als het gaat om de administratie en zo, dat ze hier nog wel grote stappen te zetten hebben. Wat vind ik het grote voordeel van Polen? Over het algemeen, ik vind Polen een vrij fijn volk in de omgang. Ze zijn warm, ze zijn open. Als je interesse toont voor hun cultuur, dan vertellen ze daar ook over. En ze zijn, ze zijn een stuk bescheidener ook dan dat ik zou zeggen, een stuk bescheidener over het algemeen dan Nederlanders. Nederlanders zijn toch wel wat meer zelfverzekerder en dat is in Polen veel minder. En om eerlijk te zijn bevalt me dat wel, dat bescheidene. Gewoon dat normaal kunnen praten onderling zonder dat je direct, dat het direct een schreeuwpartij wordt bij wijze van spreken. Dus nee, in de omgang dan denk ik dat ik heel goed met Polen om kan schieten. Maar goed, Nederland heeft ook zijn voordelen natuurlijk. Zeker op het gebied van structuren en zo. Oké, dankjewel voor je tijd.